In de vorige Luigi's Mansion 2 video waren we het gast op zwemfeestje. Nadat we de spoken hadden gevangen, ging deze brutale hond er vandoor met de sleutel die we nodig hebben. En die gaan we zoeken in B5, brutale blaffer. En Quibus heeft goed en slecht nieuws. De spookhond met de sleutel is nog steeds in de woekertorens, maar hij rent van kamer naar kamer. De hond heeft een spoor achtergelaten. Dus we moeten het spoor gaan zoeken. En volgen. Ja, die hond lijkt en doet zo schattig, hè? Wow, daar ging die. Hij rende naar rechts. Ik zag het. Daar is... Sta je nou te pissen daar? Op de... Alleen honden die denken dat ze moeten pissen. Spookhonden. Maar ze hoeven helemaal niet te pissen, blijkbaar. Oh, maar... Je eet echt die sleutel serieus op nu gewoon? Oké, nou, ik kom eraan. Je had ook gewoon kunnen blijven staan. Dan had ik dit level nu al uitgespeeld. Maar ja, dan hadden we wel een hele korte video gehad. Deze kant. Oké, UV-lamp. Hij is hier naartoe. Hij ging hier iets doen. Ja. Oh, hier is er gewoon een kist trouwens. Hallo? Oh, die is al leeg. Let's go, muntjes. Oké, en dan in deze kamer. Even zoeken waar de sporen zijn. Hier? Zit hij hierin? Hij zit hierin! En nu is hij naar rechts gerend. Deze kant. Oké, wat is dit? Hij is over de muur. Ja, hij zit daar te chillen. Hij zit daar gewoon te chillen, joh. Oh, hij gaat de grasmaaier naar... Nee, kijk uit. Dit is echt een terrorhond, gek. Laat heel die grasmaaier op me afkomen. Trouwens, als ik nou even... Ja, ik heb hier wel een gieter. Die gieter die kan ik niet pakken, dat is jammer. Ik heb een emmer nodig. Als ik een emmer heb, dan kan ik deze bonustaak laten groeien. Wat is dit voor blauwe vlam trouwens? Oh, hij is daar. In het traphuis. Oh, wow, waar komen jullie opeens vandaan, bro? Ik schrok bijna, hè? Ik schrok bijna voor jullie. Oké, dat is één. Eentje laat ons schrikken. Nee, die gaan we nu terugpakken. Kom hier. Oh, wat? Stop. Jullie. Ja, deze is van mij. Pak hem. Ja. En dat is nummer 3. Lekker. Yes. Oké, cool. Krijg ik nou een emmer? Nee, geen emmer? Oké, dan niet. Dan ga ik terug. Dan gaan we naar het trappenhuis. Wow, waar schrik je van? Waarom schrik je? Oh, waar schrik je? Schrok je daarvan? Omdat het veranderd is? Of was dat hetgeen waardoor je... Oh, kijk, boe! Bonsoir, besnorde bofkont. Ik ben de Franse Boudel. Ben ik niet beeldschoon? Ja, je bent superknap. Je bent superknap. Hallo, daar ben je. Daar ben je. Sorry, Boudel. Maar ik ga je toch echt uit je tong trekken. Hatsiflatsi. Paniek, pak de munten. Lekker. Hey, Boudel? Je bent hier toch? Ja. Oh, arme Boudel. Dit ging wel heel makkelijk, hè, Boudel. Ik heb wel een beetje met je te doen. Kom maar in de stopzauger. Hatsiflats. Wee. We hebben nog niet heel veel boers gevangen tot nu toe. Nou, duik het fonteintje maar even in. En daar is hij weer, hoor. Daar is hij. En hier is weer zo'n slijmspook. Kijk, ik had je wel gezien. Maat, ik had jou wel gezien, maat. Hatsiek idee. Hier komen. Polterpup, nou is het genoeg geweest, maat. Nou, is het nou nog niet genoeg geweest? Ik moet weer naar boven. Hoe kom ik ook weer naar boven? Oh ja, hier via de bonenstaak. Ja, oké. En hij zat net in het trappenhuis. Ik weet niet of hij daar nog steeds zit. Gaan we ook gewoon hier even kijken. Oh, ik dacht dat daar wat was, maar dat was helaas niks. Weet je, we gaan eerst even naar het trappenhuis. Want daar hebben we de schavuit voor het laatst gezien. Ja, nu gaat hij dus wel die kamer in hier links. Waar is hij? Hier rechtdoor. Hij is hier naartoe gegaan. Hier omhoog? Ja, hij is hier omhoog gegaan. Oh, daar. Ja, daar is hij naartoe. Dus ik moet weer een etage omhoog. Dat komt toch? Hier was een trap. Ja, nice. Wow, golden spook. Hier kom jij. Jou moet ik hebben. En ja. Oh, wat? Hier, ik zeg toch hier? Ik zeg toch hier, maat? Hier zo, zeg ik. Dank u. Money. Kijk, dat is lekker. Daar hebben we gelijk wat monnetjes erbij. Maar Potterpup is helemaal hier naartoe gevlucht. In de wintertuin. Oh, wow, wow. Oké, bolletjes. Ja, let's go. Kom maar. Kom. Ja. En nu? Hij is naar boven, hè? Denk ik. Oh, daar is hij. Ja. Hij zat in de piano. Waar ga je naartoe, maat? Kom hier. Hij zit erachter. Oh, daar zit erachter. Maar hier is weer zo'n slijmspook. Hij spant gewoon samen met de slijmspook, jongen. Schaf uit. Kom hier, jij. Ah! Ik blijf achter hem aanrennen. Oké. Hij werkt wel met meer spoken samen, zo te zien. Ja, wat dacht jij? Jij dacht, jij gaat mij slaan, hè? Hier komen jij. Hoppakee. We doen dit gewoon even chill. Even chill. Oh, waarom mis ik mijn zaklampschot? Zo, hatse flats. Deze moet je gewoon op tijd loslaten, denk ik. Kijk, nu gaat hij weer spugen. Dan moet je hem even pakken. Dan kan je weer 10 eraf halen. Dan gaat hij weer spugen. Dan kan je hem weer pakken. Ja. En nu is die van mij. Zo. Freaking spookjes allemaal. Oké, we zijn weer hier op de brug. Ja, sowieso is hij gewoon hier over de brug heen gerend. En hij is hier naar binnen gegaan. Zien we hem zitten daar? Zo, lig je lekker te rollenbollen hier in het toilet zonder toiletpot. Of is die erachter? Kom nou eens even hier, joh. Ik heb alleen die sleutel maar nodig, maat. Wat moet jij nou met die sleutel? Daar heb jij toch helemaal niks aan? Je bent de spooky. Oké, hier is die. Hallo? Pup!
Stop nou met wegrennen, maat. Is hij in het toilet? Zat hij in het toilet of is dat een boek? Of is dat wat anders? Hallo? Dat is een hartje. Maar waar is hij dan wel? Hij is hier. Hier, 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 hier. Oh, oh, overhitte lamp. Ja, hij zat wel in het toilet. Wat zit je nou te likken? Geef maar gewoon de bot eens een keer terug, meneer. Kom nou. Oh, oh, allemaal kleine smokies. Ja, kom maar hoor. Die zijn wel grappig. Die zijn wel schattig, die beesten. Oké, dus. Waar ben je nu? Jeetje, ze zitten zelfs op het dak, joh. Jemig, man. Die zitten overal, die gekke beesten. Oké, maar ik ben dus op zoek naar Pup. Hij zit hier. Kom hier. Kom hier, maat. En nou ben ik het zat. Nou ben ik het zat. Ja, ik ben er nou klaar mee, hè? Ik ben er nou klaar mee, hier, Pup. Kom hier met je sleutel. Hotseflots. Hé, dankjewel, zeg. Maat, dit mocht even duren. Gekke Pup. Rent heel dit huis rond, joh. Hey, je hebt eindelijk de speciale sleutel te pakken. Daar had die hond niet van terug, Luigi. Nou ja, die kleine rakken wilde vast alleen maar spelen. Maar gelukkig zit de kluis vol met speelmaatjes voor hem. Oh, gaan we Polterpup opsluiten, ook in de kluis. Het is wel zielig. Welkom terug. Laten we die rakker meteen in de kluis stoppen. Ja, ik vind het wel een beetje zielig voor de rakker. Misschien kon die ons wel gewoon helpen, hè. Nieuwe boe, nieuwe monies. Hé, hey, maar waar is die dan? Ja, zie je? Oh, hij komt eruit, hè. Hij komt er weer uit. Ja. Oh, hij komt er weer uitgezet. Hij is ontsnapt. Hoe is hij ontsnapt uit de spookzuiger? Ik denk dat ik het opberggedeelte beter af moet sluiten. Maar dat is voor later zorg. Laten we eens kijken naar die speciale sleutel. Oh, daar is die Kwiebus. Een gek ding, joh. Hij is helemaal uitgekoud en slijmerig. Ik vraag die Toad wel even of hij hem kan repareren. Of hij hem kan schoonmaken voordat Kwiebus gaat repareren. Tuurlijk, jongen. Schoonmaken doet Kwiebus natuurlijk niet zelf, hè. Zo, ben je blij? Hoe leg ik dit uit? Nou, Luigi, ik heb onze fragmenten van de donkere maan gevraagd waar hun vriend zich heeft verstopt. Zodra ik de gegevens heb ingevoerd, weet ik waar de volgende maanfragment is. Tja, en die gaan we vinden in de volgende aflevering. De trektocht naar de top. Oftewel, een nieuwe boss fight. Let's go! Als je dat wil zien, duimpjes omhoog jongens, abonneren. En dan zie ik je gewoon daar. Mazzel!